uit. Jongens, even rustig nou. We gaan even. Een boot. Gorilla's in de mist. Wat maakt de F9 zo onoverwinnelijk? Volgende vraag. Het vroege tijdstip dat we hier klaarstaan met z'n allen. Oh, kan dat nou? Dat is wel spannend. Ben je ook bij? Wat maakt F9 zo onoverwinnelijk? Gaat ze dat onverwacht aan mij vragen? Dat maakt het zo fantastisch. Ja, weet ik veel. Ga maar naar voren. Ja, goed zo. Doorgaan, Kas. Kom maar halen. Kom maar halen. Ja, doe maar. Het is wat mensen meespeelt. Wat zijn de ouders, de papa's en de mama's, denk ik. Vooral de chips daarna. De chips, kijk, jij bent aan de vraag. Casper scoort veel. Kasper scoort veel, ja. Damien is goed. Damien, ja. Wat maakt de F9 onoverwinnelijk? Nou, omdat ze zijn gewoon de beste. Toch de beste. Ja. Supersterke verdediging. Middenveld staat als een huis. De voormiddenveld, heb je dat ook? Letterlijk staat als een huis. Dat loopt zich helemaal het heen en weer. En dan hebben we een spits en die scoort. Ja. Soms. Ja, hij zat erin! Ja, hij zat erin! Wat maakt de F9 zo fantastisch? Doelpunten! Even kijken, het is nu 9 uur in de ochtend. Eerste helft bijna voorbij. Nou. 5-0. Ja, ik verwacht de jongens ons. Nee, dat niet. Die speelt te doen. Zullen we ook even drinken? Hey, je hebt mist in je haar. Wel goed. Oh, mist. Het is simpel de kleintjes. Het is simpel de kleintjes. Staat het? 3-0. En wie heeft gescoord? Nou, volgens mij Casper. Alle drie. Justin ik heb ze allemaal al gehad. Bent u er tevreden? Ja, we staan 3-0 voor. Onze eerste overwinning. Dus, het is nu februari. Ja, februari. We zijn al even bezig.